Bij Thomas A. Kempis kun je terecht voor HAVO, Atheneum en Gymnasium Plus. Leerlingen beginnen direct op het juiste niveau en daarom zijn er geen brugklassen. Als een leerling niet op de juiste plek zit, is er op het einde van het schooljaar de mogelijkheid om over te stappen en bijvoorbeeld op te stromen van HAVO naar Atheneum. Leren om eigen keuzes te maken staat centraal. En op elk niveau bieden ze dit aan. Zo krijg je bijvoorbeeld in klas 1 extra steunlessen aangeboden voor Nederlands, Engels en wiskunde. En vanaf klas 2 krijg je op HAVO en Atheneum een flexrooster, waarop je op 6 momenten in de week kunt kiezen welk vak je gaat doen. Op Gymnasium Plus word je uitgedaagd om met je eigen leervragen aan de slag te gaan in projecten en kun je meepraten over hoe jouw onderwijs eruit ziet in de schoolregering. Naast lesboeken wordt er ook gewerkt met Chromebooks. Dit geeft veel mogelijkheden om eigentijds onderwijs te geven dat steeds meer aangepast is op de persoonlijke behoeften van de leerling. Als je nog extra uitdaging zoekt na de lessen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er is een debatclub, je kunt meeschrijven aan de schoolkrant, of je kunt achter de schermen of op het podium schitteren bij muziektheater Spaak. De leerlingen geven al meerdere jaren de veiligheid op school een hogere score dan het landelijk gemiddelde. Daar is Thomas A. Kempis trots op, want zij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich gezien en gekend voelt op school. Daarom is er in de lessen veel aandacht voor samenwerken en samenleven. Om de leerlingen een goede start op school te geven, krijgen ze in de eerste en tweede klas dezelfde mentor. De mentor is een vertrouwenspersoon en coach. Hij helpt leerlingen om het maximale uit hun schooltijd te halen. Na 5 of 6 jaar verlaat je het Thomas A. Kempis met meer dan alleen een diploma. Je hebt geleerd je eigen route uit te stippelen en keuzes te maken die passen bij wat jij nodig hebt. Voor meer informatie over de school en de verschillende richtingen ben je van harte welkom tijdens de open dag op 6 februari.